gemeente gaat de Nijmeegse Waalbrug in oude glorie herstellen. Vrijdag werden de plannen samen met Rijkswaterstaat ondertekend. En die beloven heel wat werk. Voor Nijmegen betekent het dat de brug zoals die in 1936 gebouwd is en opgeleverd is, dat we dat weer terug gaan zien. En dat past in het bruggenprogramma van 1927. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben een overeenkomst gesloten over het groot onderhoud van de Waalbrug. Zoals bekend zijn we daar al jaren mee bezig en nu vandaag de laatste puntjes op de i, waar we afspraken hebben gemaakt over wanneer die open blijft, over dat wij het monument ook nog weer gaan verfraaien, want het is een rijksmonument, die brug. Daar hebben we afspraken over gemaakt en over allerlei technische zaken. En de laatste jaren zijn we bezig geweest met de laatste details, onder andere van wat we gaan doen om het monument ook weer meer in ere te herstellen. Voor de rest zijn we bezig met routes door de stad om die aantrekkelijker te maken voor andere modaliteiten zoals de fiets. We hebben met de gemeente Nijmegen goed gekeken naar hoe de nieuwe inrichting van de brug eruit zou moeten komen te zien. En we hebben samen besloten van hoe we gedurende de onderhoudswerkzaamheden de brug het beste bereikbaar kunnen houden. De Waalbrug is in de jaren 90 veranderd. Er is een busbaan gemaakt en er zijn nog wat andere dingen gedaan. Met de kennis van nu vinden we dat niet heel erg fraai. We vinden het ook afbreuk doen aan het monument. We gaan daar zaken aan herstellen. Dan moet je denken aan de verlichting op de brug. Daar gaan we weer hangverlichting van maken. De balustrades, die gaan we weer in ieder geval laten zien hoe het vroeger was. Daar gaan we naar refereren. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.